De tweede deelvraag van deze historische context, start bij Stoende Nul, het moment waarop Duitsland zich in 1945 overgeeft uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en eindigt in 1961. En dat is het jaar waarin de Berlijnse muur wordt gebouwd, en daar gaan we in deze video naar kijken. En daarvoor gaan we weer naar de DDR, naar Oost-Duitsland, want het gaat niet goed met de economie daar. En daar zijn verschillende redenen voor. Uh, ten eerste eiste de Sovjet-Unie hoge herstelbetalingen van Duitsland als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Hé, hey, we hebben er heel veel schade van opgelopen en dat moeten jullie Duitsers nu terugbetalen. Dat was altijd het standpunt van de Sovjet-Unie geweest. Nou, door de deling in West en Oost kwamen die herstelbetalingen nu alleen maar uh, op het konto van Oost-Duitsland te staan. En er werd dus heel veel geld richting de Sovjet-Unie gestuurd, maar zelfs uh, machines en hele fabrieken werden ontmanteld en verscheept naar de Sovjet-Unie. Niet echt handig voor de economische ontwikkeling van de DDR zelf. Ja, wat ook niet bijdroeg was het feit dat er dus die planeconomie was ingevoerd, waarbij de staat bepaalt wat er wanneer en hoeveel er geproduceerd wordt in de industrie en in de landbouw. En waar iedereen dan ook uh, hetzelfde voor betaald krijgt. Hè. Dus het feit dat er geen vrije markteconomie was, uh, zorgde er in dit geval ook voor dat er te weinig economische groei was. Die Oost-Duitse planeconomie bleef achter bij uh, de West-Duitse vrije markteconomie. En dat zagen en merkten de Oost-Duitsers natuurlijk ook. En die waren in 1953 al eens in opstand gekomen. En die opstand was neergeslagen, maar dat betekent niet dat ze niet meer ontevreden waren. Sterker nog, die ontevredenheid was alleen maar toegenomen. Vanwege het gebrek aan politieke vrijheid: hè, het feit dat het een totalitaire eenpartijstaat was. Dus ook vanwege het gebrek aan economische vrijheid, omdat de staat bepaalde wat er uh, geproduceerd werd en hoeveel je daarvoor betaald kreeg. Ja, en dat leidt uiteindelijk toe dat uh, in de jaren 50 en begin jaren 60 heel veel Oost-Duitse burgers naar het westen vluchten via West-Berlijn. Want West-Berlijn lag natuurlijk gewoon midden in de DDR. En Berlijn was op papier dan misschien wel een gedeelde stad, maar in de praktijk kon je gewoon van Oost naar West-Berlijn en andersom. Was het gewoon als je de straat overstak, stond je bij wijze van spreken in één keer uh, in, uh, ofwel in het DDR-gedeelte, oftewel in het BRD-gedeelte. En dat was dus de manier voor veel Oost-Duitsers om via Oost-Berlijn naar West-Berlijn te gaan, om dan via de uh, vliegtuigen en de treinen en dergelijke over de wegen uh, vanuit West-Berlijn naar West-Duitsland te gaan. Maar ja, dan was de Oost-Duitse regering, de SED, maar ook de leiding van de Sovjet-Unie was daar natuurlijk niet blij mee. Want daardoor ging er heel veel kennis en, en, en kunde weg en dat was natuurlijk niet goed voor de ontwikkeling van het land. Maar het was ook uh, precies tegenovergesteld aan het beeld dat zij natuurlijk in de propaganda aan hun bevolking schetsten. Namelijk dat Oost-Duitsland en het communisme dat dat veel beter was dan uh, West-Duitsland en het kapitalisme. En de regeringsleiders van de DDR en de Sovjet-Unie vonden dan ook dat die vlucht uh, naar het westen in halt moest worden toegeroepen. En daarom werd in 1961 besloten tot de bouw van de Berlijnse muur. He, van de ene op de andere dag uh, was het niet meer mogelijk om van oost naar west Berlijn te gaan. Zomaar. He, dus er stonden in eerste instantie stonden daar militairen om mensen tegen te houden. Er werden provisorische muurtjes gemetseld, zoals je hier ook op de afbeelding ziet. En uiteindelijk werd er een hele grote muur opgetrokken met grensposten en wachttorens en alles. En dat is de Berlijnse muur zoals we hem kennen. Ja, wat was de reactie van het Westen erop, hè, van West-Duitsland en belangrijker nog van de Verenigde Staten? Wat, wat doen die? Eh, dat is toch een soort provocatie ook. Maar ja, de Verenigde Staten waren bang om in een groot conflict te komen met de Sovjet-Unie. Want ja, ze hadden allebei kernwapens. Het kon misschien wel uitlopen op een derde wereldoorlog. En eh, ja, ze besluiten om de invloedssfeer van de Sovjet-Unie te accepteren. En om niet in te grijpen eh, tegen die bouw van die Berlijnse muur. Nogmaals, om dus een groter conflict te voorkomen. Ja, en hier zien we de Amerikaanse president Kennedy uh, spreken met uh, de leider van de Sovjet-Unie, Khrushchev. Ja, en Kennedy maakte in dit gesprek en ook in andere gesprekken wel duidelijk dat de Verenigde Staten West-Berlijn nooit op zouden geven. En uh, dat die Berlijnse muur misschien wel zou kunnen staan, maar West-Berlijn bleef bij het vrije Westen horen. Maar goed, die muur die was wel gebouwd. En ja, die is dus voor de 28 jaar dat hij er gestaan heeft, is dat toch wel het symbool misschien wel van die Koude Oorlog geworden. Van de verdeling van de wereld in die twee ideologische machtsblokken. Want die scheiding was dus nergens zo duidelijk te zien in Europa als in Berlijn. Er werd gewoon dwars een dwarse muur doorheen gelegd.